Meneer Hiddema, wat kan u ons vertellen over de betaling? Ik had jullie al verwacht. En ik wil iedereen luid en duidelijk een weloverwogen antwoord geven. Maar ik ga niet in een kippenhok staan waar iedereen dwars door elkaar schreeuwt en waar ik met al die taketsels voor mijn neus moet bewegen. Ik wil iedereen op gepaste wijze op zijn beurt bedienen. Dus we moeten even een setting zien te vinden dat iedereen de tijd krijgt en de gelegenheid. Ieder zijn beurt, mag u mij vragen stellen. Dat moeten we even zoeken, want hier voel ik me helemaal tegen. Zullen we een paar stappen achteruit doen dan? Fusiade, hè? Ga weg met die dingen. Een paar stappen achteruit. Ja. Nou, vindt u dit een mooie plek? Ik vind het. Waar zullen we dit doen? Daar. Meneer Hiddema, wat kan u ons vertellen over de betaling van meneer Otte? Nou, sinds vandaag kan ik daar iets over vertellen, maar dat wist ik helemaal niet. Ik zit namelijk niet in het bestuur. Maar het schijnt al een paar maanden te spelen. Het schijnt een paar maanden te spelen, ja. En we hebben dat geprobeerd stil te houden, omwille van de reputatie van Otte. En we hebben er helemaal geen zin aan om... U zegt dat u er niks vanaf wist. Wat ik nu weet, weet ik nu. Dus het moment van herkomst van mijn wetenschap, dat hoeft u niet te weten. Maar ik verklaar nu wat ik nu weet. Simpel zo, dat minister in het bestuur heeft men ontdekt dat meneer Otte op zeker moment een zeker geldbedrag aan zichzelf heeft gedoneerd. Dat heeft hij gedaan omdat hij vond dat hij vanwege heel veel werk daar wel recht op had. Heeft hij niet alleen voor zichzelf gedaan, maar ook voor enkele anderen. Dat is helemaal niet met kwaaie bedoelingen. Je moet het ook geen fraude noemen of een greep in de kassa. Want dat doe je alleen maar als je weet dat het nooit ontdekt wordt. Maar dit is natuurlijk zo opzichtig als het maar kan. Maar hoe het ook zij, het bestuur heeft er bezwaar tegen gemaakt. En die heeft gezegd, Otte, dit kan absoluut niet. Je had het met overleg moeten doen met ons. Otte heeft gezegd, zit wat in, heeft het geld de volgende dag teruggestort. De auditcommissie heeft dus een licht op laten schijnen, de kascommissie, op verzoek van het bestuur. Dat zijn drie mensen, financieel ingericht, en die hebben gekeken of dit wel door de beugel komt. En die hebben gezegd, nou, achteraf bezien, het was niet met kwaaie opzet, het is netjes terugbetaald, dus wij vinden zand erover. Zelf een beloning uitgekeerd, maar ook naar anderen waarvan die vond dat hij ook te weinig kreeg. Er blijft altijd iets hangen, wat te maken heeft met geldkwesties. Geldkwesties binnen een bestuur, waarbij twee bestuurders niet weten dat de derde bestuurder zo'n vrijheid toegang mee te kunnen hebben tot de kas. En dat geeft een vertrouwensbreuk. Is dit niet eigenlijk gewoon modder gooien wat we zien? Dit lekt dan ineens uit nu zo via NRC? Ja, ik weet niet wie met modder heeft gegooid. Niemand van ons heeft de NRC benaderd. Dus dat... Maar gisteren zat u nog te vertellen dat er niks aan de hand was? Ja, daar heb je het nou weer. Ik was met mijn vrouw vriendelijk in gesprek, dus wacht nou toch even. U zei op uw beurt, ik was begonnen. Wat zegt u? Hoe reageerde Otte hierop? Ja, dat weet ik niet, want ik ken het nieuws sinds vandaag. We willen nu bij meneer Otte het inzicht doen rijpen dat de situatie zo is dat hij niet meer het vertrouwen van het bestuur heeft. Gisteravond was hij daar nog niet echt van op de hoogte. Nou, nu wel. Nu moeten we zien hoe hij reageert op de ontstaande situatie waarin hij nu echt zeker weet dat de rest van het bestuur in zijn functioneren binnen het bestuur geen vertrouwen meer heeft. Hoe kunnen meneer Baudet en meneer Otte nou de komende tijd nog normaal samenwerken? Dat weet ik niet, maar daar ga ik mijn best voor doen. Wat gaat u doen? Nou, mijn best. Misschien kan ik rust brengen in de tent. Ik ben een van de laatste die is ingewijd in de oorsprong van al deze conflictstof. En ik kan en met Otte voortreffelijk opschieten. Ik zou het doodzonde vinden als ik hem niet meer in mijn omgeving zou aantreffen. Wat is een conflict tussen die twee? Dit ook. Wat is een conflict tussen die twee? Tussen wie? Baudet en Otte? Ja, dat loopt natuurlijk nu niet lekker, want het is natuurlijk Baudet die zegt, Otte, in godsnaam, hou er mee op, trek de wijste partij. En Otte, die is nog steeds, dacht ik, tot anno nu hoor, in de gevechtshouding. Nee, dat laat ik niet passeren, dat kan alleen op de ledenvergadering. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, ik ben geen mediator van nature. Ik ben meer. Is het man nodig om weg te sturen? Ach, ik leer zo snel in de politiek. Als ik ze allen nou bijna menselijk toespreek en jongens, hou op met die onzin. Wat hebben jullie samen iets moois opgebracht? En dan gaat het nu vanwege een kassagreepje allemaal de mist in. Kom op, dat moeten we niet hebben. Wie is de wijste hier? Dat hangt van de instelling en de gedragingen en de positieve instelling naar de partij toe, anno nu, die ik niet ken, van meneer Otte zelf. Als hij vindt dat hij nog volop kan functioneren als forumgetrouw senator, dan zal ik niet zeggen dat dat niet mogelijk moet zijn. Maar u vertrouwt hem niet als bestuurder van uw eigen partij, maar wel genoeg om... Dat is een kwestie dat ik het niet vertrouw. Het bestuur vertrouwt hem niet. Ja, maar wel genoeg om hem in de Eerste Kamer te... Nou, dat zou best kunnen. Waar is meneer Baudet vandaag? Kamerlid is
Waar is meneer Baudet vandaag? Bert heeft griep, voedsel.